Dit is TV Magazine van Gooi TV. Met deze week onder meer de voortgang van de fusieplannen van Weidemeren, het jaarlijkse schaapscherersfeest bij de schaapskooi in Blaricum en oldtimers op weg door de regio. Maar nu eerst de laatste aankomstavond van de avondvierdaagse in Bussum. Vierdaagse gelopen. Ja! En hoeveelste keer is het met de klas? Tweede! En dan gaan jullie straks je medaille halen. Ja! Een bloemetje van de burgemeester. Hoeveel keer heb jij gelopen? Vier keer. U heeft meegelopen met deze kinderen. Hoe is dat gegaan? Ja, dat kun je beter aan hun vragen, denk ik. Volgens mij lopen ze, staan er allemaal rechtop, dus het is goed gegaan. Was het leuk onderweg? Heel leuk. En hebben jullie ook liedjes gezongen? Ja. We hebben volgens mij rond de dik 30 vrijwilligers, bijna 40 vrijwilligers. En die hebben we allemaal heel erg hard nodig voor de, onder andere verkeersregelen. Alleen we kunnen nog veel meer gebruiken. Want echt, dus hebben we op sommige dagen echt tekort. Dus alsjeblieft, denk je dat het ontzettend mooi werk is om kinderen een plezier te doen, een groot plezier te doen, om lekker te bewegen. Kom ons dan helpen op de avondvierdaagse in Naarden en Bussum. Het gemeentehuis van Huizen was woensdagavond 29 mei even omgebouwd tot veilinghuis voor de kunstveiling van Rotary Huizen Gooimeer. De 40 kunstwerken, gemaakt door bekende gooiers in samenwerking met professionele kunstenaars, gingen onder de hamer voor een bijdrage aan een oogkliniek in Kenia. De meeste werken hadden een startbod van €150, sommige iets meer. De biedingen kwamen wat langzaam op gang, maar al gauw ging het beter. Uiteindelijk werden maar 6 werken niet verkocht. Die gingen met de makers mee naar huis. De opbrengst van de veiling was €13.675. De verwachting was ongeveer €6.000. Rotary International verdubbelt de opbrengst voor de kliniek. Het totaalbedrag wordt gebruikt voor apparatuur, materiaal en opleidingen. De verwachting is dat de kliniek in Kenia ongeveer over een jaar operationeel kan zijn. We zijn hier bij de open dag van de brandweer in Goosemeren. En die bestaan 125 jaar. Nou, er is van alles te doen. Ja, die heb ik samen met mijn collega André gemaakt. En dat doen we al 22 jaar. En nemen jullie mee door heel het land? We zijn al 3 keer in Denemarken geweest op uitnodiging van Lego. We zijn al in België geweest. En voor de rest bijna in alle plaatsen van Nederland waar brandweeropendagen georganiseerd wordt. De kinderen, vragen die ook heel veel aan jullie hierover? Wij vragen hun wat, want ze krijgen een wedstrijdformulier waar een zoekopdracht in zit. En daar moeten ze de letters bij vinden en die relatie ligt weer met brandveiligheid thuis. Heb jij je zoon over moeten halen? Nou, ik denk het niet. Nee, dat zit erin en dat groeit gewoon zo. Het is een brandweer DNA? Ja, als jij het zo wil noemen, prima. Maar ja, of het DNA is, weet ik niet. Timo, wilde jij van kleins af aan al brandweerman worden? Van kleins af aan, weet ik niet. Alleen het begint wel meteen te kriebelen als een jongen natuurlijk. Natuurlijk mooi te vertellen, ja, mijn vader zit bij de brandweer. En inderdaad, je kent altijd de vraag, wil jij ook bij de brandweer? En ik heb wel vaak gezegd, ja, ik denk het wel. We mochten mee op de brandweerwagen als er een oefening was. Ik heb 1 of 2 keer in de auto gezeten als klein kind. En dan werd in de auto gekript. Ja, supermooi natuurlijk en dat vergeet je niet. Gaan jullie nu ook samen naar een brand als er een branduitruk is? Ja, sinds kort wel zitten we in dezelfde ploeg. Dat hebben we jaren tegengehouden. Ook om het voortrekken zeg maar, tegen te gaan. Maar nu zijn we zover, daar zijn we overheen gegroeid, dus voortrekken is zeker niet het geval.
Het jaarlijkse schaapscheerdersfeest bij de schaapskooi op de Blaricumerheide vond plaats op zaterdag 1 juni. Het evenement is al jaren heel populair. Het halve bos stond vol fietsen, de dichtstbijzijnde parkeerplaats bij de Eendracht aan de Tafelbergheide was al snel helemaal vol en langs de weg richting voormalig ziekenhuis stonden kilometers lang auto's geparkeerd. Naast dat er zo'n 85 schapen werden geschoren, of eigenlijk geknipt, was er van alles te zien, te horen en te doen, vooral op het gebied van natuureducatie. Voor de kinderen was er een stempelkaart met activiteiten als schminken, buttons maken en kaarsen maken van bijenwas. Op de markt waren naast het Goois Natuurreservaat zelf nog diverse andere organisaties uit de regio present met informatie over natuur, cultuur en geschiedenis. Uiteraard was er ook van alles te koop, waaronder veel streekproducten. Extra bijzonder was dit keer de verkoop van botjes, die bij de ingangen van de diverse delen van het 2900 hectare grote natuurgebied hebben gehangen. Onlangs zijn de oude bordjes vervangen. De belangstelling was groot en gedurende de hele dag moest de voorraad regelmatig worden aangevuld. Ringslang? Ja, dit is ringslang. Ring, ring. Het wordt Hilversum. Het college van Weidemeren heeft voor de toekomstige herindeling gekozen voor deze buurgemeente en niet voor Gooisemeren of de variant van opsplitsing. Met beide mogelijke partners zijn uitgebreide gesprekken gevoerd en er is grondig onderzocht wat de financiële en organisatorische gevolgen zijn van een toekomstige fusie. Op basis van al dat onderzoek, verkennende gesprekken en de inbreng van bewoners is nu gekozen voor Hilversum. Als sterke centrumstad maakt deze combinatie de beste kansen een goede invulling te geven aan de uitgangspunten die de gemeenteraad van Weidemeren geformuleerd heeft. Tijdens de raadsvergaderingen van 10 juli staat dit voorstel op de agenda van de gemeenteraden van Weidemeren, Gooisemeren en Hilversum. Als met het voorstel wordt ingestemd, moet de komende maanden een herindelingsontwerp worden gemaakt met de praktische invulling van de toekomstige fusie. Ook bij dat proces worden inwoners, ondernemers en de lokale politiek in de buurgemeente actief betrokken. In de nacht van maandag op dinsdag is een bestelbus compleet uitgebrand aan de Boternessenstraat in Weesp. Het gebeurde even na 1 uur. De brandweer was na de melding snel gearriveerd, maar kon niet voorkomen dat de bestelbus volledig in vlammen opging. Een naastgeparkeerde camper heeft veel schade opgelopen door de brand. Brandstichting is niet uitgesloten. De politie heeft de zaak in onderzoek. Getuigen die iets verdachts hebben gezien, kunnen zich melden bij de politie. Op landgoed Zonnestraal werd een grote landgoedfair gehouden, een antiek en curiosa markt. Bij het beroemde hoofdgebouw stonden ruim 120 kramen opgesteld met van alles en nog wat. Je waande je terug in de tijd tussen oude serviezen, nostalgisch speelgoed, klokken, tuindecoraties, LP's, vintage sieraden en nog veel meer. Het evenement werd goed bezocht.
Bezoekers die met de auto kwamen, stonden in de file voor de parkeerplaats te wachten op een plekje. Theater De Dillewijn in Ankeveen, een voormalige kerk, bestaat dit jaar 10 jaar. Dat gaan ze in september uitgebreid vieren met alle betrokken vrijwilligers en het trouwe publiek. Maar op 2 juni was er al een voorproefje, de 6e keer Bultpop. Deze wat aparte naam verwijst naar Henk Bezemer, met de bijnaam Bult, die in de jaren 90 van de vorige eeuw Ankeveense bandjes en muzikanten hielp en ondersteunde. Hij deed dat door bijvoorbeeld zijn bedrijfsruimte als oefenruimte beschikbaar te stellen en zijn bestelbus als tourbus in te zetten. Bezemer is vrij jong gestorven en in Bultpop leeft zijn naam voort. De belangrijkste voorwaarde voor bandjes die optreden op Bultpop is dat er minimaal 1 Ankeveen erin zit. Deze Bultpop special was dat bijzonder goed gelukt, want van deze Ankeveen All-Star Band kwamen alle muzikanten en zangers uit Ankeveen. De Bultpop-traditie schrijft ook voor dat iedereen, band, vrijwilligers van de organisatie en publiek, na afloop van het concert samen gaat eten bij het Wapen van Ankeveen. Zondag 2 juni reed er weer een groot aantal oldtimers en ook wat youngtimers door de regio. Het waren deelnemers aan de 3e editie van Hilversum on Wheels. De route liep vanuit Hilversum via Loosdrecht, Breukelenveen en Westbroek via Soest en Baarn weer terug naar het marktterrein in Hilversum. De liefhebbers weten het evenement steeds beter te vinden. Kenden de eerste keer 80 aanmeldingen, de 2e editie al 160 en nu waren het er 230. Eerdere jaren kon iemand zich nog wel op de dag zelf aansluiten, maar dat was nu niet mogelijk. Het plein stond na de rit helemaal vol met auto's, hun trotse eigenaren en het publiek wat alles kwam bewonderen. Het thema was dit jaar losjes geïnspireerd op 600 jaar Hilversum. Diverse automerken hebben immers het getal 600 in hun type aanduidingen.
Nieuw dit jaar was het Hilversum on Wheels lied dat speciaal voor de gelegenheid werd geschreven en uitgevoerd door de Real 50s Band. Downtown destination, comes what wants here. Hear the engines revving, it's music to your ear. Kirby Chrome a dream, and you know just how it is. There ain't no doubt about it, it's Hilversum on Wheels. Hilversum on Wheels, keep on rolling. Hilversum on Wheels, roll along. Hilversum on Wheels, the way things are going be. Racing the devil before too long. Racing the devil before too long. Red Hot Vintage meeting, cool cars from the past. Hear the engines revving, soon to blast off fast. Curb the chroma dreaming, you know just how it feels. Ain't no doubt about it, it's Hilversum on Wheels. Hilversum on Wheels, keep on rolling. Hilversum on Wheels, roll along. Hilversum on Wheels, the way things are going to be. Racing the devil before too long. Racing the devil before too long. Now, Florence!